Ik heb een herseninfarct gehad. Ruim 1,5 jaar geleden. En dat betekent dat er wat dingen kwijt zijn. En dat heeft te maken met taal. En juist ook weer niet. En juist ook weer wel. Wat er in ieder geval kwijt is en wat nog steeds aan het herstellen ben, is dat ik letters en cijfers niet herken. Dus het is vooral mijn visuele blik op taal. Ik lees nog steeds heel langzaam. En ik ben bijvoorbeeld, ik ben een heleboel dingen die ik geautomatiseerd heb, ben ik kwijt. En gek genoeg van mijn vroegste jeugd. Ik weet de tafels niet meer, wat rekenen heel erg onhandig maakt. Ik moest ook het getalbegrip opnieuw in me krijgen. Want vlak na mijn herseninfarct zei een getal me helemaal niks. 7 weet ik nu weer van, oh ja, dat is het aantal dagen van de week. Maar dat, die hele kennis was dus ook weg. Dus die ben ik opnieuw aan het opbouwen. Dus er is van alles weg. En ik ben dus ook af en toe woorden kwijt. Want, en ik denk dat het er allemaal nog in zit. Maar wat er kwijt is, is de snelwegen ernaartoe in mijn hoofd. Dus ik kom soms niet heel snel op een woord. Dan is dat woord er wel, maar dan zijn mijn hersenen ergens anders. En vanuit die positie waar ik dan ben, is de weg naar dat woord er niet. En ik deed net een mooie dingen. En ik wilde iets vertellen over, en dit is echt grappig, want het gebeurt nu opnieuw. Ik wou iets vertellen over Grieken. Maar dan niet zomaar Grieken, maar over Sparta. Die. Want Sparta was de club die waar ik over vertelde. Die ambassadeurs van, god, hoe heette dat andere al, Perzië, in de put gooiden. En ik kwam dus niet op het woord Sparta. En ik wil heel graag daar wat losser mee omgaan. En dat voor een heel groot deel doe ik dat al. Als ik, als ik cafeïnevrije koffie wil kopen, dan kom ik heel vaak niet op dat woord cafeïnevrij. En dan zeg ik heel vaak alcoholvrij, want die gaat er sneller in. En ik heb ook al een keer gezegd vegetarische koffie. En laatst zei ik zelfs, wat zei ik nou? Draadvrije koffie. Ja. En die zijn leuk. En als ik koffie bestel, dan dondert het me niet dat ik niet op dat woord kan komen. En kennelijk, als ik hier filmpjes maak, vind ik dat spannender. Dus wat doe ik als ik filmpjes maak? Ik ga het van tevoren bedenken wat ik wil vertellen. Dan ga ik bedenken wat de lastige woorden zijn. En die ga ik oefenen. En het heeft geen zin om die op te schrijven. Want ik kan niet snel even lezen welk woord ik moet hebben. Maar ik ga ze inprenten. Zodat ze hopelijk toch een beetje snel uit mijn mond kunnen komen. En omdat ik dat zo goed mogelijk wil doen, heb ik last van perfectionisme en faalangst. En voel ik me onzeker of niet fijn als dat gebeurt. En dat is natuurlijk niet leuk. Want ik wil hier gewoon ook die filmpjes kunnen doen. Gewoon als mezelf. En dat hoofd wat dingen vergeet en wat af en toe woorden niet meer weet, is mezelf. Dus ik wil, en daarom heb ik mijn vorige filmpje ook gewoon geplaatst met al die fouten erbij. Ik wil niet meer zo krampachtig doen over die fouten. En ik was er al iets losser in aan het worden. Maar vandaag besefte ik met het filmpje dat ik er toch nog een beetje in de kramp mee zit. Af en toe. Sparta. Potverdikkie.
Ik had dus gewoon kunnen zeggen, lieverds, ik zoek dat woord waar een voetbalclub naar genoemd is. En een opvoeding. Maar dat wist ik wel. En dat had ik gewoon kunnen noemen. En dan hadden jullie het allemaal geweten. Ja, het is zelfs na ruim 1,5 jaar nog steeds leren omgaan met de beperking van niet aangeboren hersenletsel. Dat is de NAH-afkorting in de titel. Ja, dat wilde ik even delen. Dat ik wat minder mijn best ga doen om de filmpjes zo goed mogelijk te maken. En dat ik ze wat losser ga doen. En dat er in de toekomst gewoon dus veel vaker een woord even niet uit mijn lippen komt. En dat je dat dus gewoon gaat zien. Als je de filmpjes kijkt, trouwens. Er kijken niet zoveel mensen deze filmpjes. Dus er gebeurt ook helemaal niet zoveel als het misgaat, toch?